Dames en heren, geachte gewaardeerde raadsleden, ik open de vergadering van dinsdag 28 februari 2017. Welkom ook aan de mensen op de publieke tribune en de vertegenwoordigers van de pers, ook hier volop aanwezig vanavond. Van harte welkom op deze raadsvergadering. Bij de mededelingen meld ik de afwezigheid van mevrouw Van Veldhuizen, de CDA-fractie. Voor het overige zijn wij compleet. De vergadering is geopend. Bij de mededelingen zou ik verder ook nog stil willen staan bij het overlijden vorige week van de oud-burgemeester van Averees, de heer Wieldraaier. En dat doe ik vanaf het spreekgestoelte. En ik verzoek u voor zover mogelijk om te gaan staan. Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg, leden van het college, dames en heren. Op donderdag 16 februari, jongstleden, is oud-burgemeester Wieldraaier, Eb Wieldraaier, van de voormalige gemeente Averees en zijn woonplaats Enschede op 89-jarige leeftijd overleden. De in Borne geboren Egbert Roelof Wieldraaier ging al op jonge leeftijd werken bij de machinefabriek Stork in Hengelo en werd later in Borne textielarbeider. En vorige week bij zijn uitvaart, waar ik namens het gemeentebestuur van Hardenberg aanwezig was, werd al duidelijk dat het handwerk hem niet zo lag en dat hij het zocht daarna in het bestuurlijke wereld, in de administratieve wereld. En zo werd hij bestuurder van de vakbond voor textielarbeiders. Ook in die tijd werd hij secretaris van de Partij van de Arbeid, eerst lokaal en landelijk later op gewestelijk niveau. En in 1963 werd de heer Wieldraaier Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En in die Tweede Kamer heeft hij zich bezighouden met sociale zaken en defensiezaken. Hij was onder meer voorzitter van de bijzondere Kamercommissies voor herziening van de wet op de ondernemingsraden en voor de wet gewetensbezwaren militaire dienst. Zijn zoon meldde vorige week dat hij daar dankbaar gebruik van had gemaakt van die wet. Daarnaast zat Eb Wieldraaier ook een jaar in het Europese parlement. En op 3 september 1974 werd hij benoemd tot wethouder van de gemeente Almelo. Om vervolgens in 1978 benoemd te worden tot burgemeester van de voormalige gemeente Averees. En precies 10 jaar later, in 1988, ging hij met pensioen. En in de 10 jaar dat Eb Wieldraaier burgemeester was van de gemeente, voormalige gemeente Averees, heeft hij zich hard gemaakt voor de openbaarheid en de openheid in het openbaar bestuur. Hij hechtte aan een stabiele, goede samenwerking tussen college, raad en de ambtelijke organisatie. Een aantal ambtelijke vertegenwoordigers in onze organisatie hebben nog met hem samengewerkt. Eb Wieldraaier had daarnaast veel belangstelling voor de sport in Dedemsvaart, maar natuurlijk ook in zijn geliefde Twente, waar hij ook later na zijn pensionering nog talloze bestuursfuncties voor FC Twente heeft vervuld. Beste mensen, wij gedenken vanavond met respect en in dankbaarheid het leven van Eb Wieldraaier en hier met name wat hij voor de lokale gemeenschap van Averees als burgemeester heeft mogen doen en mogen betekenen. En ik zou u willen vragen samen met mij 1 minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel. U mag plaatsnemen. Dan gaan we verder met deze agenda. Waarbij ik nog wil opmerken, maar dat komt later op de avond ook nog terug op de agenda. Dat we vanavond een alcoholvrije raadsvergadering zullen hebben. En dat allemaal in het kader natuurlijk van het onderwerp wat vanavond later nog op de agenda staat. De preventie- en handhavingsplan. De aanpak voor de drank- en horecawet. Maar om het goede voorbeeld te geven is besloten om deze avond een alcoholvrije raadsvergadering te laten zijn. Dus u bent gewaarschuwd. En dat geldt ook voor na de vergadering vanzelfsprekend ook. Daarmee rond ik onderdeel 1 van deze agenda af. Brengt mij bij agenda punt 2, de actuele vragenronde. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde?
fractie van D66. Het woord is aan de heer Roodmans. Dank u wel, voorzitter. Ik heb tweetal vragen ook aangekondigd. Eerste gaat over het aangekondigde blowverbod in de gemeenten Ommen en Hardenberg, zo stond te lezen in de nieuwsmedia. En mijn vraag aan de portefeuillehouder daarbij is dat niet in strijd is eigenlijk met de lijn die ook landelijk is gekozen, mede door mijn eigen partij, om bijvoorbeeld de regulering van de teelt ter hand te nemen. En daarom ook de vraag, waarom is dit blowverbod als zodanig aangekondigd in de nieuwsmedia? Tweede vraag meteen even erbij stellen? Of? Ja. Nou, zal ik eerst de antwoord geven op deze eerste vraag? Dan kan ik het bijhouden, want de tweede vraag is ook voor mij bedoeld. Dus dan ronden we dit hopelijk eerst af. Het blowverbod, ja, de aankondiging is in de kranten verschenen. Het betreft een aanpassing van de algemeen plaatselijke verordening, die ook nog aan uw raad zal worden voorgelegd, maar die op hele korte termijn in de raad in Ommen aan de orde is. Dat was ook de reden waarom erover is gepubliceerd. De bedoeling is om een blowverbod op te nemen in de APV, om daarmee de politie het mogelijk te maken om op straat toch actief op te treden tegenover nee, niet zozeer alleen maar blowende mensen, maar vooral ook tegen de illegale handel van drugs op straat, zeg maar. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden om dit artikel op te nemen in de APV. En dat is ook gedaan in afstemming, of in ieder geval op verzoek van de politie, maar in afstemming met de burgemeesters van Ommen en Dalfsen. Wij horen allemaal tot hetzelfde politieteam voor het Vechtdal, zodat ook adequaat en eenduidig kan worden opgetreden. En het geeft inderdaad, zoals gezegd, de politie de mogelijkheid om niet alleen blowende mensen te verbaliseren, maar vooral ook, dat is de belangrijkste intentie, om illegale straathandel tegen te gaan. En heeft in die zin dus ook niet iets te maken met het legaliseren van de teelt. Want dat is een traject wat nu inderdaad dichterbij lijkt te komen, zeg ik lijkt. Want het moet nog in de Eerste Kamer behandeld worden. Dus de vraag of dat ook nog lukt, of dat gaat lukken. Maar als dat lukt, dan vergt het ook nog enige tijd waarop het wordt ingevoerd. Maar dat heeft vooral te maken met de aanlevering, ook de legalisering van de aanlevering bij de coffeeshops en dergelijke. Nou, coffeeshopbeleid kennen wij in onze gemeente, dus dat is op die manier best gereguleerd. Maar daarnaast is een blowverbod dus bedoeld om vooral op straat illegale praktijken rondom drugshandel tegen te gaan. Dat voorstel zal dus, ik denk, de komende binnen 2 maanden richting de gemeenteraad gaan, tezamen met een aantal andere wijzigingsvoorstellen van de APV. Is dat voldoende beantwoord? Dank u wel. Het komt dus nog terug in deze raad, dus dan wachten we dat in ieder geval even af. Maar voor nu is het voldoende. Ik had nog een vraag aangekondigd, zoals ik al zei. Dat gaat over vierkant voor werk. Ik heb begrepen van collega's uit in ieder geval Emmen en Coevorden dat dat dit punt op hun agenda's heeft gestaan vrij recent. En heel specifiek de investering voor een bedrijf, een stimuleringsregeling en een bedrijf, een verzamelgebouw, dat heet Edit. En daarbij is expliciet vermeld dat Hardenberg financieel in ieder geval niet participeert in beide regelingen. En mijn vraag is A, waarom? En B, zien wij niet andere kansen om toch daarin te participeren? Ja, ook dit onderwerp komt nog op zeer korte termijn in uw gemeenteraad aan de orde. Volgende week is er al een informatiebijeenkomst. Daar zal het ook nog ter sprake komen. Maar de kern van de regeling zoals die is ingesteld vanuit vierkant voor werk, maar alleen geldt voor de Drentse gemeenten, is dat de 3 Drentse gemeenten, Coevorden, Emmen en Hoogveen, hebben geld ingelegd voor een bedrijvenstimuleringsregeling. En dat is mogelijk gemaakt door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, als gevolg van een lobby die we overigens met z'n 4 hebben gedaan. En er is 12 miljoen euro beschikbaar voor die bedrijfsinvesteringsregeling. En als het goed loopt, die regeling, wordt die uitgebreid naar 15 miljoen euro. Alleen, het is inderdaad heel erg jammer. Wij kunnen daar als Hardenberg niet aan meedoen, omdat onze gemeente Hardenberg, staat niet op de zogenaamde Europese steunkaart. En als je op een Europese steunkaart staat, dan wil dat zeggen dat het gebied steun kan krijgen, nodig heeft, omdat er een zwakkere economische structuur is. Dus het is een beetje dubbel eigenlijk. Aan de ene kant is het mooi dat we niet op die steunkaart staan, omdat wij blijkbaar
goede economische structuur hebben. Aan de andere kant is het jammer omdat het toch wel een heel aantrekkelijke bedrijfsinvesteringsregeling is. Van zeg 12 miljoen op dit moment. Waar bedrijven een beroep op kunnen doen als ze gaan uitbreiden. Het feit dat de Drentse gemeenten daaraan geld hebben bijgedragen, dat was ook een randvoorwaarde vanuit het ministerie. Ik geloof dat de drie gemeenten zo'n 4, 5 miljoen euro zelf hebben moeten bijdragen. En dat hebben zij gedaan uit hun algemene reserves, hebben ze die bijdrage geleverd. Ons standpunt is wel, ook vanuit Hardenberg, dat we zeggen van ja, we vinden het jammer dat die regeling niet voor Hardenberg is. Het is wel goed dat we moeten ook niet alleen tot aan de gemeentegrens kijken. Er werken veel mensen ook uit Hardenberg in andere gemeenten, onder andere in Hoogeveen bij Fokker, om maar eens een voorbeeld te noemen. Of in Coevorden bij bedrijven. Op die manier is er wel een stuk werkgelegenheid weer verder geborgd. Omdat het gewoon een stukje economische structuurversterking is. Dus we hebben er alle belang bij dat het met onze buren goed gaat. Want dan gaat het ook met ons en onze inwoners goed. Desalniettemin kijken we wel heel kritisch naar van wat gebeurt er. Het is ook zo, dat is ook wel goed om te melden, dat Hardenbergse bedrijven mogen niet meedoen aan die regeling. In de zin van, stel dat zij zeggen, we gaan ons bedrijf verplaatsen naar Coevorden, omdat we dan op die manier gebruik kunnen maken van die stimuleringsregeling. Daarvoor is hij dus niet bedoeld en is hij ook niet, zit daar ook een blokkade in. Aan de andere kant, maar dat doen we altijd al, proberen we natuurlijk onze eigen bedrijven zoveel mogelijk te faciliteren om hun uitbreidingsplan ook mogelijk te maken. Dus in voorkomende gevallen kijken we ook altijd met andere partijen wat is er mogelijk op subsidiegebied rondom duurzaamheid of wat dan ook. Onze accountmanagers zijn er ook heel keen op om ook voor te zorgen dat onze bedrijven voldoende ruimte houden en ook gebruik kunnen maken van regelingen die er dan nog wel zijn. Volgende week komt het terug in de gemeenteraad tijdens een informatiesessie vierkant voorwerp. Dan dank ik u voor uw antwoorden. Akkoord, dank u wel. Anderen nog hierover? Dat is niet het geval. Dan ga ik naar agendapunt 3. Vaststelling van deze agenda. Is er behoefte om in te breken op de agenda zoals die voor ligt? Dat is niet het geval. Dan is de agenda vastgesteld bij deze. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld bij de Griffie. Dat betekent dat wij doorgaan naar agendapunt 5. Het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 februari 2017. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu geen opmerkingen. Conform kan deze worden vastgesteld. En dat brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. 6, 7 en 8. En omdat ik portefeuillehouder ben op diverse onderdelen, is gevraagd of de heer Breukelman het voorzitterschap op zich wil nemen. Ik geef het stokje, de vergaderhamer, over aan de heer Breukelman. Goed, we beginnen de bespreekstukken met het voorstel LOC Plus. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Ik zie de heer Bakhuis. Bouwhof. Ik begin bij de heer Jonkans. Dank u wel, voorzitter. Een toekomstbestendig LOC Plus. Wat ons opviel is dat het maatschappelijk rendement is oké. En er is ook een hele vaste waarde binnen dat verhaal. En daar staan wij volkomen achter. Wij vinden dat ook belangrijker dan dat het financieel ingestoken wordt. Tuurlijk is financiële een randvoorwaarde waaraan je wel moet voldoen. Maar is staat wat ons betreft niet op nummer 1. En wat dat betreft denk ik van als je de flexibiliteit wil vergroten, ja, dan moet je daar de huisvesting op inrichten. En dus niet alleen sturen op financieel. En wij denken ook dat het heel goed is om je te richten en te focussen. Dus dat healthy aging concept, daar gaan wij wel in mee. We denken dat het verstandiger is om dat te doen dan in principe iedereen te willen bedienen. Want dan zou je net zo goed een kantoor voor je bedrijf kunnen zijn. Dus we kunnen daarmee ook instemmen met het voorstel. Het concept is aan vernieuwing toe.
Het voorstel voorziet in een vereenvoudiging van het financiële construct en ook een vereenvoudigde governance. De wethouder die is voor het vastgoed en voor het aandelenbelang en een ambtenaar zal in de gebruikersgroep gaan zitten. Dus wij kunnen hiermee instemmen. Dankjewel. Dank u wel voor uw bijdrage. Kom ik bij de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik ga er een klein beetje van uit alvast dat het woord maatschappelijk rendement het thema wordt van deze beraadslagingen. Als wij het stuk zo hebben gelezen, wordt dat maatschappelijk rendement met name vertaald in stenen. En nu vragen wij ons af, hoe krijgen wij in de gemeente Hardenberg en als inwoners daarvan dat maatschappelijk rendement ook daadwerkelijk te zien? Daarbij is de rol van de gemeente ook wat vaag voor ons. In de oriënterende ronde werd al vrij duidelijk overigens gezegd dat de gemeenteraad in feite niet gaat over de inhoud van dit LOC. En daarmee is deze gemeente en met name dan de gemeenteraad op enige afstand gezet van dit traject, terwijl wij eigenlijk juist zouden willen gaan over zaken als maatschappelijk rendement. Ik vraag hier ook een reactie op van de portefeuillehouder en dan tegelijk maar even kijken naar de financiën op dit punt. Want met de keuze voor een CV zijn ook de financiën op enige afstand van deze raad gezet. Hoe kunnen wij onze controlerende taak uitvoeren als dit zo blijft? We zijn het op zich niet eens met PvdA dat we alleen maar moeten focussen op healthy aging. Sterker nog, ik heb ook in mijn eigen inbreng bij de oriënterende ronde al gezegd dat wij liever zouden zien dat we in een breder perspectief die campusgedachte zouden bezien. En dan met name dus gericht op de sterke sectoren die wij kennen in de gemeente Hardenberg en die wij ook steeds benoemen in bijvoorbeeld de begrotingen. Denk eventjes ook aan recreatie en toerisme, de maakindustrie. Misschien ook duurzaamheidssectoren. Want eigenlijk, in beantwoording alvast op de heer Jonkhans, is dit een kantoorverhuurbedrijf en kunnen we niet alleen maar varen op onderwijs en healthy aging. Want elke keer zullen sectoren erbij komen of eraf gaan. Dus we moeten daarin flexibel zijn wat ons betreft. Tot zover wat mij betreft. Dank u wel, de heer Gelling, VVD. Voorzitter, dank u wel. Wij sluiten daarbij aan bij wat meneer Rodemond namens D66 net gezegd heeft. Maar niet dat ik toch even weer mijn verbazing wil uitspreken. En ik heb het de vorige keer gedaan ter zake de vraag die nou eigenlijk precies voor ligt. En ik doe voor het eerst even mijn bulletje op, voorzitter. Anders lees ik het niet meer. Want u vraagt ons namelijk, ik lees het toch even voor, om mandaat voor de commandieten om plannen verder uit te werken met betrekking tot de plannen van de stichting in zaken de verdere uitwerking van plannen rondom een toekomstbestendig LOC+. Dat oogt niet heel erg sterk, om het zo maar te zeggen. En vervolgens, voorzitter, schrijft u in uw eigen stuk dat de rol van de raad zich ook beperkt eigenlijk tot twee zaken. Enerzijds het budgetrecht en anderzijds het benoemen van de commandiet. En voorzitter, u bent vertrokken als voorzitter, u zit ergens anders. U hebt uzelf al ontslagen, dus dat hoeven wij niet meer te doen. En het budgetrecht, daar kom ik later even op terug. En dan toch even een verwijzing naar die maatschappelijke meerwaarde. U noemt dat heel vaak. En met name in combinatie met de opmerking dat het dus niet draait om financieel rendement. En de vraag is dan natuurlijk, ja, wat is die maatschappelijke meerwaarde nou precies? En met name ook, wat mag het kosten? Want in hoeverre is de maatschappelijke meerwaarde aantoonbaar als het, en ik sluit daarbij aan bij D66, uiteindelijk gaat om een hier gekozen rechtsvorm die een ondernemingsvorm betreft. U gaat naar een CV. Dat betekent dus dat u wel degelijk iets van een economische betrokkenheid erbij zou moeten hebben. Maar uiteindelijk ook niet veel meer doet dat u gewoon een gebouw exporteert. U participeert in een vastgoedonderneming waarvan u huur betaalt en uiteindelijk een behoorlijk verlies maakt. Dus wat is die meerwaarde en wat mag het uiteindelijk kosten? En dan met name gezien ook de combinatie met het healthy aging, waar zometeen nog wat over gezegd zal worden en een motie over verschijnt. Dus maar u vraagt eigenlijk niet in het verhaal wat wij vinden van het LOC. Hè. U wil meer een zienswijze mee kunnen nemen in de discussie met uw commandieten.
En daar ging een hele mooie motie over van mevrouw Hof van de ChristenUnie, maar die werd wat aangepast als gevolg waarvan wij even nog wat slagen om de arm houden. Want in die motie die dus nu aangepast wordt, daar stond het eigenlijk mooi. Daar stond eigenlijk, u maakt maar plannen om plannen te maken voor het maken van plannen. He, daar zijn we op zich niet op tegen. Maar als deze plannen vervolgens geld gaan kosten, dan moet u dan wat de VVD betreft wel een duidelijke doelstelling hebben en een gebruiker bij hebben. Dus niet eerst verbouwen en dan op zoek naar huurders, maar huurders zoeken en daarvoor indien noodzakelijk verbouwen. Dat stond er eigenlijk in, maar dat is een beetje wat verzacht, omdat, zoals ik begrepen heb, u de wethouders niet in de schoenen of niet voor de voeten wilde lopen, maar daar zult u dan zometeen, ik zie u instemmend knikken, daar zult u zometeen wat van zeggen zelf. Een tweede punt, voorzitter, wat ik dan wil aanhalen, en daar wordt u wel tamelijk financieel, maar ik wil het u toch niet onthouden, is eigenlijk het volgende. Want wij vragen ons af waarom er nou gekozen wordt in deze voor een cv-structuur. Wat is de meerwaarde daarvan? Want als je namelijk geen winstoogmerk hebt, naar eigen geld rondpompt, een vastgesteld dividend uit moet keren om de financieringslasten te dragen en daardoor dus ook een vastgestelde huur moet betalen om uiteindelijk een exploitatieverlies te leiden, dan kun je je afvragen, wat is daarvan nou de opzet geweest? Het gevolg van deze structuur, en meneer Rodemond refereert er ook al aan, is dat er door de gemeente ter beschikking gestelde 13 miljoen euro in aanvang en uiteindelijk zelfs 15 miljoen in 2009... buiten, en daar zijn we weer, buiten de schuldpositie valt van de gemeente. Omdat immers de gemeente dat geld eerst ingeleend heeft, maar vervolgens uitgeleend heeft aan een cv. Die vinden we dus niet terug in de algemene middelen. En dat is doorgaans prima als er ook zekerheid bestaat over de aflossing van zo'n geldlening. En dat is hier niet het geval, want navraag leerde, ik heb het even buiten de orde gevraagd aan een ambtenaar, dat die schuld die er per 2007 was, 13 miljoen, er nu nog steeds is. En door deze constructie, dus de investering buiten de schuldpositie wordt gehouden, is de principiële vraag eigenlijk of dat uiteindelijk terecht is. Ten meer, omdat dus op dit actief, op deze schuld, wordt afgeschreven en niet wordt afgelost. En dat is wel een heel erg principieel verschil. U ziet het ook in het stuk staan. Dus uiteindelijk komt deze schuld, die 13 miljoen, verminderd met de eventueel corresponderende aandeel in de waarde van het gebouw, dus voor rekening van de algemene middelen. En de vraag is in hoeverre dat terecht is, afgezet tegen het feit dat het hier nu eenmaal een vastgoedinvestering betreft. Het is een vraag naar wenselijkheid, ik weet dat het mag, maar ik wil hem toch wel hier neerleggen, omdat uiteindelijk de vordering op de cv nul wordt, maar wij nog steeds met 15 miljoen aan vorderingen of aan schuld blijven zitten. Voorzitter, voor de eerste termijn wil ik daarbij laten. Dank voor uw bijdrage. Dan ga ik naar mevrouw Hof. Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van de bespreking van een toekomstbestendig LOC in de O-ronde van 7 februari hebben wij een herzien raadsvoorstel ontvangen. Meneer Gelling die refereerde al even aan de niet helemaal gelukkige formulering en bleef daar een beetje in hangen. Dus ik wil hem maar eventjes parafraseren en ik denk dat ik daarmee de essentie wel te pakken heb. Namelijk, wij geven de gemeentelijke commandiet mandaat voor het door de stichting nader te laten uitwerken van de plannen die nodig zijn om te komen tot een toekomstbestendig LOC. Als ik fout zit, dan hoor ik het wel. Voor wat betreft de onderdelen B1 en B2 van het raadsvoorstel, dat hebben we in de O-ronde ook al vastgesteld, dat wij als raad, en ook dat is hier in eerdere bijdragen al genoemd, staan wij wat op afstand. Dat geldt voor de bestuursvorm waarvoor destijds is gekozen. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld aandelenverhoudingen binnen de CV en de bijbehorende samenwerkingsvorm. Dat kunnen we niet leuk vinden, ook dat heb ik 7 februari al gezegd, maar dat is wat het is. Voor wat punt C, het concept healthy aging, wij begrijpen ook na de O-ronde van 7 februari niet goed wat daar voor motivatie onder ligt, waarom er voor dat concept is gekozen. En aan dat concept ligt straks wel een mogelijke verbouwplannen ten grondslag die waarschijnlijk ook substantieel geld gaan kosten. De burgemeester sprak in dat opzicht op 7 februari van een bruidschat. En wij vinden het wel belangrijk dat er niet voor de vuist weg wordt verbouwd. En de verhuurbaarheid van de ruimtes binnen het LOC wel zo optimaal mogelijk worden behouden. En daarom lijkt het ons belangrijk maximaal in te steken op flexibiliteit. Wij dienen daartoe inderdaad een motie in die door GroenLinks en D66 mee wordt ondertekend en waarvan het dictum luidt. Bij het maken van plannen voor mogelijke verbouw van het LOC niet primair uit te gaan van het concept healthy aging, maar maximaal in te zetten op flexibele inzet van de ruimtes
en de raad over verbouwplannen inhoudelijk en tijdig te informeren en gaat over tot de orde van de dag. Dit is een motie, maar die mag ook gezien worden als zienswijze, want dat is waar wat mee terug moet naar de commandieten, zo hebben wij 7 februari begrepen. Deze maakt sowieso onderdeel uit van de beraadslaging, dat weet ik niet zeker. Voorzitter, meneer Gelling refereerde er net al even aan door te zeggen dat ik mijn motie wat had aangepast of iets minder streng had gemaakt om onze wethouder tegemoet te komen of de portefeuillehouder tegemoet te komen. Dat is niet zo, maar ik heb gemerkt, niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere raadsleden, dat het juist in dit dossier best lastig is om niet in de uitvoering te gaan zitten. En dat is waarom wij de motie nu indienen zoals wij hem hebben ingediend. Om inderdaad taakstellend en kaderstellend en controlerend bezig te zijn en niet te zeer op de stoel van de uitvoering te gaan zitten. Dat laat onverlet dat onderaan de streep het LOC best geld kost, ieder jaar weer, meer dan dat het oplevert en dat er best nog wat open eindjes zijn. En dat maakt het ook zo lastig. Goed, in het kader daarvan heb ik wel nog een vraag. Over nog even dat healthy aging, stel je nu voor, als dat concept gaat uitgewerkt worden en na een jaar of drie blijkt dat het niet brengt wat er van verwacht wordt, is het dan mogelijk dat de koers wordt bijgesteld? Zoals gezegd, we staan redelijk ver van dit onderwerp af als raad. Ik wil er daarom ook niet meer al te veel over zeggen. Behalve dan dat wij als fractie van de ChristenUnie, zolang deze raad er zit, eigenlijk regelmatig hebben gevraagd over status, voortgang, terugkoppeling. We zijn kritisch geweest over exploitatie. Dat bleef lang uit tot afgelopen december, wetende dat het nu één dag voor verlenging, uiterste datum voor verlenging van het contract is. En dat vinden wij jammer. We steunen het raadsvoorstel, zij het dus wel met enige reserve en vandaar ook de motie die we hebben ingediend. Dank u wel. Dank u wel. Kom ik tot slot bij de heer Bakhuis. Voorzitter, de bijdragers van de ChristenUnie van PvdA horend, zit onze bijdrage ook in die lijn. En misschien verwondert u dat niet. Als CDA-fractie willen we duidelijk stellen dat we op zich positief staan ten opzichte van de ambities zoals we die in de presentaties hebben kunnen horen en zien. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd in de OR-ronde. We vinden dat het LOC-gebouw zich ook heel goed leent voor het uitvoeren van die ambities. En dat dit gebouw met al haar mogelijkheden mooie kansen biedt op met name de plus van het LOC-plus gebeuren een goede invulling te geven. Maar dit moet dan ook gebeuren. Mevrouw Hof refereerde er ook al aan. We hebben gehoord dat juist dat item de laatste jaren minder uit de verf is gekomen dan de bedoeling was. En daarom wil de CDA dan ook zien dat conform het raadsvoorstel, met name die plus, de focus zal krijgen in de verdere ontwikkeling van de plannen waarvoor de portefeuillehouder mandaat vraagt. We hebben daarom de volgende vraag. En ook dat is eigenlijk een herhaling. Kan de portefeuillehouder toelichten hoe hij de raad kan informeren over de voortgang van de plannen om juist die plus, die onder andere een gezicht krijgt in de verbinding tussen onderwijs en maatschappelijke organisatie en of bedrijven, weer nieuw leven in te blazen. En of dat nou healthy aging is of meer voortschrijdend inzicht, een andere vorm daarvan, dat moeten we dan maar zien, maar we worden er graag over geïnformeerd. Verder een vraag met betrekking tot de rol van de raad als het gaat om plannen die meer budget vragen dan waar in dit raadvoorstel over wordt gesproken. Het is misschien wat een bestuurlijke vraag, maar de gemeente maakt als commandiet deel uit van de verdere planvorming met de twee andere commandieten. En wat er gebeurt er dan als er een plan naar voren komt dat door de andere partijen een akkoord wordt bevonden, maar dat bijvoorbeeld meer budget vraagt dan vraagt het bedrag? Wat is dan de rol en de positie van de raad daarin? En tenslotte nog één vraag. Waarom wordt gesproken over de gemeentelijke bijdrage van 2 ton? Want als je de laatste 5 jaar gemiddeld uitrekent, komt dat uit op een tekort van ongeveer zo'n 280. En als het tekort dus ongeveer zo'n 3 ton is. Als we die jaren bij elkaar optellen, dan is het de komende 5 jaar een tekort van 4 ton. We willen niet pessimistisch insteken op die bedragen, maar we willen wel graag een realistische kijk. Tot zover. Dank u wel. De
eerste termijn heeft een aantal vragen op, een enkele aantal vragen opgeleverd en een motie. En ik ga het eerst het woord geven aan wethouder De Vent. Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben ook in de vorige ronde uitgebreid gesproken over het LOC. Het heden, het verleden, maar vooral ook over de toekomst. Als het gaat om een nieuwe concept. En we hebben ook in de afgelopen jaren, daar heeft mevrouw Hof ook aan herinnerd, u regelmatig meegenomen in rapportages. Niet alleen bij de PNC-cyclus, maar ook tussentijds om te vermelden wat de ontwikkelingen zijn. En wat die ontwikkelingen ook voor de gemeente hebben betekend. En u weet ook net zo goed als ik, dat we afgelopen jaren, en dat heb ik vorige week nog eens keer of twee weken geleden herhaald, na het vertrek van het UWV-werkplein in 2012, te maken hebben gehad met leegstand. En getracht hebben dat zo goed mogelijk en adequaat mogelijk in te vullen. Maar daar hebben we inderdaad last van gehad. Het heeft ook geleid tot, in die zin, een tekort. Maar ik wil daar tegelijkertijd over zeggen, want dan kom ik ook maar even op de vraag van meneer Bakhuis terug, om dat misverstand uit de wereld te helpen. We hebben ook gezegd, als je kijkt naar de staat van de afgelopen 5 jaar, je rekent terug, dan kom je op een tekort uit van 280.000 euro ongeveer. Nou, reken dat over 10 jaar terug, zover heeft u dat niet teruggezien in uw gegevens, dan kom je op een tekort van 2 ton. Maar wij hebben, dames en heren, in 2004, toen destijds bij het raadsvoorstel gezegd, die exploitatie, daar mag maximaal een bijdrage voor het LOC van zijn van 250.000 euro. Dat is het verhaal. Dus het komt er niet bij op. We hebben daarmee ons gehouden, zeg maar, aan die afspraak. Alleen de laatste 5 jaren, door het vertrek van het UWV, andere partijen, hebben we meer kosten gehad. Maar gemiddeld genomen hebben we ons gehouden aan de bandbreedte die er lag. Laat dat gewoon klip en klaar zijn. En ik vind het ook nog een prestatie dat je dat met elkaar kunt realiseren. Dus ik hoop dat ik daarmee uw vraag heb beantwoord. Nou, deels. Want die eerste 5 jaar, dat is natuurlijk zo, die bezettingsgraad was anders. De laatste 5 jaar is de bezettingsgraad dan blijkbaar minder geworden. Vraag ik mij af of het niet een realistische kijk is op de toekomst om uit te gaan van het tekort wat er misschien nu is. Ja, en dat was uw tweede vraag, dat kan ik me inderdaad herinneren. En daarom hebben we ook gezegd, willen we nu aan de slag met de andere partners om daar ook afspraken over te maken. Dus ook als het gaat, zeg maar, om het risico wat we met elkaar lopen, hè, rondom leegstand of in courante vierkante meters, daar hebben we ook met u over gesproken. Daar willen we met elkaar ook afspraken gaan maken die zich gaan vertalen in nieuwe afspraken. Dus dat maakt onderdeel daarvan uit. En daar zijn we ons zeer degelijk van bewust. En we hebben, als het gaat om uw rol en positie, wat is nou de rol van de raad in dit geval? In die governance structuur, weet u nog, de commandieten, raad van toezicht, daar spelen wij ook allemaal een rol in. En u als raad, dat hebben we nadrukkelijk ook toegelicht in de afgelopen informatiesessies die we in aanloop naar dit voorstel hebben besproken. Volgens mij is dat ook heel nadrukkelijk vertaald in het verhaal van wat wij van u willen is een zienswijze. A, de verdere planvorming. En natuurlijk als het gaat om uw budgetrecht, daarom hebben we dat expliciet nog een keer verteld en neergezet in dit raadsvoorstel. Om het budgetrecht, daar komen we bij u terug op het moment dat een financieel vraagstuk uit voortvloeit. Laat het ook klip en klaar zijn. Voorzitter, misschien nog even een verduidelijkende vraag met betrekking tot de tekorten. Ik dacht begrepen te hebben dat die 250.000 euro waar de portefeuille ook aan refereert, dat die in 2006 bij de besluitvorming rondom dit plan is ingevuld met aanvullende subsidies voor met name maatschappelijke organisaties die daar zouden gaan huren. En volgens mij is het tekort wat nu gepresenteerd wordt, zijn met name exploitatietekorten, omdat er geen verhuuropbrengsten tegenover staan tegenover de meters die de gemeente heeft. En vandaar denk ik ook de vraag van, als die subsidie toegekend is aan die huurders, maar we hebben andere huurders die vertrokken zijn waardoor we verlies leiden, dan zou je toch moeten constateren dat het nu voorliggende tekort van 280.000 euro naast, zeg maar, die subsidies zijn die vanuit de besluitvorming van 2006 zijn toegekend, die 250.000 euro. Nee, dat is niet het geval. Die zit echt in die 250.000 euro. Dus volgens mij heb ik daar vorige keer ook al nadrukkelijk hebben we dat verhaal over gehouden. Dat hebben we ook op papier nog een keer gezegd. Wat mij betreft hebben we ook daarmee die discussie denk ik nu wel gehad, hoor. Nou, voorzitter, mag ik 1 vraag stellen? Ik hoor dat u de discussie gehad heeft, maar ik had toch nog een paar dingetjes. Want maar ik ben even confus over. Want de vorige keer stond onze voorzitter de hele tijd achter het spreekgestoel. En nu u, heeft dat een bijzondere reden of is dat... Nee, want vorige keer ging het verhaal vooral over toekomst en concept.
En daar is het de commandiet me nadrukkelijk bij betrokken geweest in overleg met zijn partners. En dit gaat nog over het gemeentelijk deel, financieel deel van de gemeente. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Oh, oké. Okay. Ja. Helder. Toch even een vraag. Want ik hoorde u zeggen net dat u best wel trots was op uw gemiddelde van 250.000 euro. Maar dan kijkt u terug. En dan kijkt u terug naar een heel gunstig beeld. Want u hebt dat van de 5 jaar die hier staan, maar 3 jaar bent u er fors overheen gegaan. En wat natuurlijk zorgwekkend is, en dat sluit ik aan bij de vorige sprekers, het wordt niet beter. Het wordt alleen maar meer. Dus de aanname dat het voor de komende jaren wel snor zit, die deel ik niet op voorhand. Ook mede vanwege onze wat kritische kijk op het healthy aging concept. Maar dan moet ik weer bij uw collega zijn die daar zo meteen iets over gaat zeggen. Toch maak ik hem even af. Dus 2 vragen. Ik vroeg u net, wat mag het kosten? En ik begrijp dat u hier klip en klaar zegt, 250.000 euro. Dat mag het kosten, mocht het kosten en dat mag het voor de toekomst ook kosten. En dat staat ook letterlijk in het raadsvoorstel van 2004. Ja, maar u gaat er nogal overheen. Dus, maar goed, u bent het met me eens dat het mag kosten. Nou, dat is 1 vraag. Een andere was die 15 miljoen. Denkt u dat die terugkomt? 15 miljoen. Ja, die geïnvesteerd is uw kapitaal inbrengen in de CV. Nou ja, we hebben vanuit die CV-relatie een kapitaalsinvestering gedaan. En daar hebben we ook ons rendement van vanuit het dividend wat wij hebben. Dat is een beetje raar, want u betaalt eerst te veel huur om uzelf vervolgens dividend uit te keren. Dat is het rondpompen van geld in een ogenschijnlijk hele diepe put, om het maar nog niet bodemloos te maken. Maar u betaalt eerst aan uzelf, u bent eigenaar, u bent verhuurder en u bent huurder. Dat vindt u zelf ook een rare combinatie. Dat wordt eigenaar en huurder, dat is ook een rare combinatie overigens. Maar u betaalt heel veel huur omdat u uiteindelijk een dividenduitkering wil doen om die kapitaalslasten te voorzien. Maar het is dan niet zo dat u nou een fantastische exploitatie heeft op het LOC. Nou, ik ben het niet met u eens, meneer Gelling. Als u het SEC kijkt naar de cijfers, dan zou u dat misschien kunnen concluderen. We hebben ook gezegd dat we hebben te maken met de situatie van het hier en nu. We hebben de afgelopen jaren, als ik terugga weer in de tijd, 2011-12, toen we te maken kregen met die leegstand, hebben we een grote huurder hebben we verloren, UWV, ja, het werkplein. We hebben ons uiterste best gedaan om die ruimtes weer opnieuw in te vullen. Maar we hebben ook gemerkt dat het lastig is om die ruimtes voortdurend in te vullen op basis naar de wens van de huurders. En daarom hebben we nu in het nieuwe plan ook nadrukkelijk gezegd, we willen een toekomstbestendige inrichting ook van het LOC, flex inrichting, zodat we sneller kunnen schakelen. Dat is eigenlijk ons verhaal. Daarnaast hebben we een verhaal gehad van couranten, incouranten vierkante meters, daar willen we ook afspraken over maken met die partijen. Dus ik denk dat daar een gunstiger financieel perspectief uit kan voortvloeien dan die nu is. En ik kan niet helemaal vooruit kijken, dat kunt u ook niet, maar ik ben daar niet pessimistisch over. Ja, dat is een mooie, voorzitter, als ik even mag, dat is een mooie gedachte. Maar blijft natuurlijk dat u feitelijk gewoon een pand exporteert. En u verhuurt dat ging lastig, u zegt het al. En u bent van de maatschappelijke meerwaarde. En kunt u nou stellen, wat nou het verhuren van zo'n pand en daar zoveel geld, 250.000 euro blijft nog steeds een heel bedrag, wat daar nou precies als verhuurder, hè, want u hebt die pet nog steeds verhuurder en eigenaar en huurder, wat is daar nou precies die maatschappelijke meerwaarde van? Die maatschappelijke meerwaarde zit niet alleen in onze eigen rol als gemeente, maar die zit vooral ook in de rol in de combinatie van de andere partners in het gebouw. Laat dat ook heel helder zijn. Dat heb ik vorige keer ook nadrukkelijk gezegd. Maar dat ging niet zo goed, staat in het rapport, dat de afgelopen jaren niet zo heel best ging. Voorzitter, ik heb nadrukkelijk de vorige keer gezegd, als je kijkt ook naar de combinatie van onderwijs, werk en cultuur, dan hebben we vooral een forse groei gezien op het onderwijsdeel. Daar hebben wij ook onze inkomsten van gehad. Hè. Laten we ook heel helder zijn dat we de ruimtes die zijn vrijgekomen ook weer hebben verhuurd, ook aan het Alfa, naar de behoefte die ervoor was. Dat is de ene kant van het verhaal. We hebben partijen vanuit cultuur en werk, en cultuur zit er nog steeds in. Daar hebben we wel ondertussen tijdens een bezuiniging op gehad, maar hebben ze wel een mooie nieuwe plek gegeven daar. Als het gaat om het andere deel, de ontwikkeling van het werk naar zorg en welzijnsplein, daar hebben we gezien dat partijen heel veel belangstelling tonen, maar hebben gezegd, als we hier ook voor de toekomst willen blijven, dan zullen we iets moeten gaan doen ook aan het gebouw. En daarvoor zien wij nog veel meer partijen die rondom werk, welzijn en zorg, rondom samen doen teams, daar een plek willen hebben. Dus ik zie daar een hele nadrukkelijke maatschappelijke meerwaarde. En niet alleen vanuit het onderwijs, maar ook vanuit de maatschappelijke taak die wij als gemeente hebben. En dan kijk ik niet alleen maar naar de stenen en naar het huren en verhuren van een gebouw. En we hebben ook gezegd dat wij af willen van die verhuurdersrol. Dat staat ook in het stuk zelf. Want dat is niet onze core business. We willen huren, omdat wij dan vinden dat we daar een plek moeten hebben in relatie tot zorg, welzijn en al onze andere functies. En als het gaat om eigendom, want dat is wat u volgens mij ook nog op bedoelt, hebben wij gezegd, wij zien een belangrijk publiek maatschappelijk belang bij de instandhouding van dit gebouw. Niet alleen vanuit de stenen, maar vooral vanuit de functies
die we daarin willen realiseren. Meer kan ik er niet van maken, voorzitter. Ik ga door met de opmerking van de heer Jonkhans. Maatschappelijk rendement, maatschappelijk waarde, heb ik volgens mij al iets over gezegd. De focus op healthy aging, daar wordt in de raad volgens mij verschillend over gedacht. Daar kom ik straks bij de motiebehandeling nog op terug. Meneer Rodemond, u heeft ook over maatschappelijk rendement gehad, daar heb ik al het nodig over gezegd. Ja, de rol van de raad op afstand, we hebben hier te maken met verbonden partijen, die hier gezamenlijk instaan voor en wel het WA van het gebouw, maar ook met name voor het concept. En in die governance structuur die we met elkaar destijds ook hebben afgesproken vanaf 2004, is gebleken A, dat die samenwerking goed was, maar dat die conceptontwikkeling nog beter kan. Maar we hebben ook nadrukkelijk gezegd, als het gaat om geld vragen, budgetrecht, en daarom hebben we dit expliciet nog een keer genoemd in dit raadsvoorstel, dan is het belangrijk om te weten wat uw rol daarin precies is. Het geldt ook voor andere relaties die we hebben rondom verbonden partijen. En de brede campusgedachte die u heeft geuit, die wijkt weer wat af van het punt van de Partij van de Arbeid. Meneer Gelling, volgens mij heb ik voor een deel uw vraag in ieder geval beantwoord. Mevrouw Hof, ik kom zo nog even op uw motie terug. Uw vraag naar het bijstellen van healthy aging, nou ja, dat is een terechte vraag, want dat is even het beeld wat ik noemde in het begin rondom het werkpleinverhaal. In 2004 dachten we met de realisatie van het werkplein, daar hebben we een meerjarig toekomstbestendig instrument en een belangrijke basis voor onze verhuur. Dat blijkt dus na een paar jaar toch weer anders te zijn. Dus belangrijk voor de toekomst is een flexinrichting, zodat je snel kunt schakelen. En dat geldt natuurlijk ook voor healthy aging. We kunnen nu met elkaar vinden dat de toekomst biedt, maar misschien over 5 jaar kijken we daar wel heel anders naar. Dus daar hebben we zeker oog en oor voor. En u heeft terecht. Ik wil een aanvullende vraag over stellen, voorzitter. Ik weet niet of mijn. Ja. Dat snap ik en dat gaat vooral over met name ook de financiële uitwerking van als iets niet lukt. Hè, dat. Maar wat mij dan daarbij ook interesseert is of u met de andere commandieten ook organisatorisch die flexibiliteit kunt opbrengen. Want dan moet u met een nieuw plan komen, wou ik maar zeggen, of een nieuw concept. Ja, dan is het in ieder geval aan de commandieten in relatie ook tot de Raad van Toezicht, zeg maar, om daar eens goed met elkaar ook naar te gaan kijken. Dus dat lijkt me glashelder. Dus uw opmerking zullen we ook zeker meenemen als zienswijze, zeg maar, richting de commandiet. Want dat is ook wat u beoogt, volgens mij. Meneer Bakkerhuis, ja, de Raad informeren, tijdig informeren voor verdere plannen. Volgens mij staat het letterlijk ook in het stuk, in het raadsvoorstel, en dat hebben we ook heel expliciet nog een keer weer verwoord. Want u heeft het vorige keer in uw eerste ronde ook nadrukkelijk om gevraagd. Van waar komen wij terug in dit verhaal? Nou, het staat letterlijk bij punt C het college op te dagen u te informeren en u tijdig te informeren over relevante ontwikkelingen. En daar waar het gaat om extra middelen, let wel extra middelen, te komen met een raadsvoorstel. Dus volgens mij komt u ook dan altijd weer in beeld. Dus wat mij betreft is die zorg op dit moment volgens mij niet actueel, want hij is verankerd in het verhaal zelf. En dan komt u ook als raad terug bij een financiële uitvraag. Ik heb uw vraag van die 2 ton volgens mij al beantwoord. Dan ga ik naar de motie met uw welbevinden, voorzitter. Van de ChristenUnie en GroenLinks. En D66. Die staat er niet bij mij op, maar. Maar GroenLinks en D66 mede ondertekenen. Al. Gelooft u haar? Het is waar. Ik zou er niet aan durven twijfelen, meneer Rodemond. Even over de motie zelf, want u draagt het college op. Dan kom ik even weer op de formulering, want het zou dan een zienswijze moeten zijn. Maar volgens mij vinden we elkaar daar wel in. Dan zou u moeten formuleren om de commandiet mee te geven. Dubbele punt. Bij het maken van plannen niet primair uit te gaan van het concept van healthy aging, maar in te zetten op die flex inzet van ruimtes. We begrijpen die opmerking vanuit de gedachte die u heeft neergelegd van ja, is dit nou de juiste keuze van de richting, hè, die we met elkaar ingaan? Want ik voel daar enige zorg, onzekerheid. Wij hebben gezegd van wij willen deze punt 1 met een aanpassing van de formulering, dus om de commandiet dit als zienswijze mee te geven, overnemen. Maar punt 2 vinden we overbodig, want ik heb net al verteld ook in beantwoording op de vragen van meneer Bakkerhuis, dat als het gaat om de raad meenemen
in de brede ontwikkeling. En dan heb ik het niet alleen over de verbouwing, maar gaat het over het concept, gaat het over financiën. Dus alles wat daar relevant is, om dat tijdig bij u en met u te delen. Dus ik zou dat zou ik als een overbodig iets vinden. En bovendien zwakt zeg maar uw tweede opmerking eigenlijk het voorstel van het besluit wat af. Dat zou natuurlijk wel jammer zijn. Dus 1 ja, 2 nee. Voorzitter, mijn vraagje over de 13 tot 15 miljoen, of die nou terugkomt, staat nog open. Ja, dat is toch best lastig in de rolafbakening, voorzitter. Wie gaat nu waarover? Als commandiet laat ik aangeven dat het flexibele concept wat u belangrijk vindt als raad, dat neem ik mee terug naar het commandietenoverleg. Dat vindt al morgen plaats. Om in ieder geval ook uw punten daarin mee te geven. Dus in die zin, nou, dat heeft de portefeuille ook al aangegeven, de motie te kunnen steunen. Als we het hebben over de afschrijving op de cv, en dat, ja, dat is ook een beetje lastig, want als commandiet ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor het geheel, de totale cv, zeg maar. Maar wat ik weet is dat de gemeente afschrijft op die lening, dat weet u ook, dat wordt annuitair afgelost. En er staat nu nog een bedrag volgens mij van rond de 13 miljoen open. En er blijft een zekere restwaarde over. En dat is eigenlijk ook de waarde die het gebouw zeg maar, zal behouden. Dus hij wordt niet afgeschreven in 40 jaar volgens mij naar nul. Maar er blijft een zekere restwaarde over. En ik weet zo niet, ik heb zo niet scherp hoe hoog die restwaarde nog is. Dus dat is het antwoord in deze. Maar misschien, voorzitter, nog mag zien dat het technisch wordt. Die annuïteit zit dan in uw algemene middelen. En niet in de afschrijving die u doet bij de cv. Want dan, u neemt er wel een uw verlies, jaarlijks zo ongeveer een dikke ton. Maar daarmee heeft u nog niks afgelost. U gaat inderdaad wel een eind de techniek in. U was goed onderweg met de maatschappelijke waarde. Ik wil hem ook best anders stellen. Maar wat ik nu probeer aan te tonen is dat die 2,5 ton wel aardig is om als gefixeerde kostenpost acceptabel te doen laten zijn. Maar mocht je nou op het einde met nog 13 miljoen zitten die inderdaad zich kan vertalen in de waarde van het pand. Maar als dat niet lukt, dan heb je wel een aanzienlijk hogere kostenpost dan wat hier gepresenteerd wordt. Hè. Dat is wat ik wil aangeven. En dat is louter alleen het gevolg van het maken van een cv. Dat had namelijk niet gehoeven. Je had ook gewoon het pand kunnen kopen, het kunnen verhuren. Dan had je die 15 miljoen in je algemene middelen gehad. Ja. Het blijft een redelijk technisch aspect natuurlijk. Maar ik kan toch even kijken of men bereidwillig is uw technische vraag te beantwoorden. Daar neem ik natuurlijk altijd tijd voor en een beetje geduld. Mag ik nog een kleine toelichting geven? Ik probeer niet om het te technisch te maken. Ik wil alleen maar aantonen dat het geld wel opgeroepen is en dat het slechts en alleen het gevolg is van de cv, waardoor die, zoals ook beantwoord is mijn vraag, buiten de netto schuldquote gehouden was. Anders had hij erin gezeten namelijk. Ja, ik vind het wel lastig, want we duiken toch weer de financiën en de techniek in. Maar op zich, volgens mij, en ik weet niet of de heer Gelling dat goed heeft gekeken in het raadsvoorstel, daar staat wel gewoon eigenlijk de hele mooie financiële terugblik. Nog steeds gewoon omschreven, hè, waar de kapitaallasten, de rente, de afschrijving, de exploitatiekosten zitten erin. En ook de uitkering van het LOC die we dan krijgen, die wordt daar ook tegen afgezet. Maar voorzitter, ik begrijp dat er niet uitgekomen. Maar als u bij de Rabobank geld leent, dan kunt u er niet op afschrijven, dan moet u op aflossen. Want de Rabobank schrijft niet op u af, die willen gewoon het geld terug. En wat u hier doet, is u schrijft af als gemeente richting de cv. Maar omgekeerd moet u dan wel gewoon betalen aan degene waar u het geld van getrokken heeft. Want u maakt daar een exploitatieverlies. En uw verlies is minder groot als u het niet had afgeschreven. Maar het is nog steeds iets wat betaald moet worden. Akkoord. Ik stel ook voor dat de portefeuillehouder hier toch een antwoord op geeft. En aan de andere kant vind ik het ook iets wat meer thuis hoort in de oriënterende ronde. Dan in deze raadsvergadering waar vooral vragen van politieke aard moeten stellen. Ik zou de heer Gelling willen uitnodigen om daar misschien buiten deze vergadering dan toch nog even kennis van te nemen. Als u dat zou willen, om dat nog eens even met elkaar te bespreken. Want anders gaan we hierop in. En dat roept toch weer heel veel discussie misschien op. En dan worden weer andere vragen gesteld. Volgens mij gaan we dan af van het doel dat we hier hebben. We hebben in het voortraject een aantal bijeenkomsten gehouden. Tweetal informerende bijeenkomsten. Het materiaal is beschikbaar. Het staat ook vermeld in het raadsvoorstel. En daar heb ik op dit moment niks aan toe te voegen. Laat ik het zo formuleren. Akkoord. Ik stel het voor om daarbij te laten. Voorzitter, ik had nog een vraag van bestuurlijk karakter voor de portefeuillehouder. Naar mijn mening heb ik nog geen antwoord gekregen daarop. Ja, goed. Een vraag van de heer Bakkers. Wie wilde die nog beantwoorden? Die ging volgens mij over de bestuurlijke verhouding tussen commandiet en raad op het moment dat er meer financiering gevraagd wordt dan in het stuk geschreven is. Die vraag nog even beantwoord kan worden.
Excuus, inderdaad, nog een vraag, voorzitter, vanuit de zijde van het CDA. Stel dat het plan, zeg maar, het nieuwe concept, nou, dat wordt nu door de commandieten, als u vanavond mij iets meegeeft, zeg maar, zal ik dat inbrengen in het commandietenoverleg. En daarmee gaan we een opdracht formuleren voor de Raad van Toezicht. Klinkt allemaal wat ingewikkeld. En de Raad van Toezicht gaat daarmee aan de slag. Die gaat de plannen uitwerken samen met de directeur-bestuurder die daarop zit. En die komt al dan niet terug met een voorstel om een geringe aanpassing of een wat grotere aanpassing te doen aan het pand om de verhuurbaarheid zeg maar, te optimaliseren. Als dat past binnen de begroting van de CV zelf, zeg maar, waar de Raad van Toezicht over gaat, dan is er denk ik niet zoveel aan de hand. Dan hoeft er niet terug te gaan worden naar de commandieten. Wordt het een wat groter bedrag, dan zal er een voorstel in de richting van commandiet komen die daarmee naar, in dit geval moet ik naar uw raad toe daarmee, en zullen wij om krediet vragen. Nou, mocht u dat een goed plan vinden, dan heeft u uw budget recht, kunt u geld beschikbaar stellen. Mocht u zeggen van nou, dat zien we toch niet helemaal zitten, dan ga ik met dat antwoord, dat negatieve antwoord, terug naar de commandieten. En dan kan ik niet anders doen dan zeggen van beste mensen, helaas, maar ik krijg geen budget beschikbaar vanuit de gemeenteraad. Dus we moeten een andere weg inslaan. Het zal op een andere manier moeten gebeuren. Dus ja, want dan is er gewoon geen geld. En dan zullen we ons daarop moeten beramen met de drie commandieten. Maar vooral ook de Raad van Toezicht zal dan moeten kijken binnen welke kaders er dan nog wel, wat er dan wel mogelijk is, zeg maar. Dus het hangt toch weer af van de plannen die er dan moeten komen. En die ook in uw richting komen. Akkoord. Dan komen we daarmee aan het einde van de eerste termijn. Dat is het geval. En dan stel ik u de vraag van, ja, heeft u behoefte aan een tweede termijn of heeft u toevallig behoefte aan een schorsing om misschien enkele woorden in een motie aan te passen of heeft u andere behoeften? Ik heb wel even behoefte aan die schorsing en niet zozeer aan een tweede termijn. Akkoord. Ik stel voor dat we een minuut of vijf schorsen. Ja, minuut of vijf. Doen we dat. Ik merk op dat nog niet alle leden weer in de zaal zijn en toch zijn de vijf minuten echt al wel voorbij. Dat is... Kijk, het werkt onmiddellijk. De heer Bak. De heer Bak kan deze stem als goed is in de gang ook horen, dus... Ja, ik ga toch de vergadering heropenen bij deze. En ik wil mevrouw Hof ook als eerste het woord geven. Dank u wel, voorzitter. Wij wijzigen het dictum van de motie en wel als volgt, dat bij het eerste punt in plaats van draagt het college op, geeft de gemeentelijke commandiet mee en dan blijft punt 1 gewoon staan. En dat luidt bij het maken van plannen voor mogelijke verbouw van het LOC niet primair uit te gaan van het concept healthy aging, maar maximaal in te zetten op flexibele inzet van de ruimtes. En daarmee komt punt 2 van de motie te vervallen. En volledigheidshalve wil ik dan ook nog wel opmerken dat naast uiteraard de ChristenUnie GroenLinks mee ondertekent, D66, het CDA en de Partij van de Arbeid. Dank u wel. Dank u wel. Is voor iedereen het dictum helder zoals opnieuw verwoord door mevrouw Hof? Dat is het geval. Dan moet ik u formeel denk ik nog vragen of u behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Ik zie toch mevrouw Kelder nog. Ga je gang. Dank u wel, voorzitter. We hebben de motie dus van C, ChristenUnie. En we hebben dat bekeken. En wij vinden ook dat wij deze kunnen ondersteunen. We hoeven niet per se onderschrijven, maar we ondersteunen hem wel. Kijk aan, een korte stemverklaring zomaar in de tweede ronde. Verder geen behoefte. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming op dit stuk. We stemmen eerst over het agendapunt zelf. Toekomstbestendig LOC plus CDA. Voor. Voor. ChristenUnie. Voor. GroenLinks. Voor. DVD. Tegen. D66. Voor. Op koers. Voor. En de Partij van de Arbeid. Voor. Dan is dat stuk met meerderheid van stemmen aangenomen. Dan komen we bij de motie zoals die net verwoord is. Ik maak even zo de rondje. CDA doet volgens mij mee. ChristenUnie uiteraard ook. GroenLinks ook.
VVD. Tegen, voorzitter. Tegen. D66. Wij tekenen mee, dus wij zijn voor. Ja, voor. GroenLinks heeft met de stemverklaring ook aangegeven voor te zijn. En de Partij van de Arbeid. Akkoers, pardon. En de Partij van de Arbeid tekent ook mee. Dat is ook deze motie aangenomen. Dan gaan we verder met preventie en het handhavingsplan integraal aanpak drank en horecawet. Wie wil daarover het woord? De heer Van der Grampel, de heer Reiling, de heer Rodemond, mevrouw Kloekhorst. De heer Van der Wel ook, zie ik. De heer Van der Wel, gaat u gang. Ja, voorzitter, ik kan er heel kort over zijn. Wat ons betreft had het een hamerstuk kunnen zijn. Dus wij zijn in principe voor het voorstel. Dank u wel. De heer Van der Grampel. Voor een iets langer betoog van achter het spreekgestoelte. Dank u wel, voorzitter. Als vervolg op het preventie- en handhavingsplan 2014-2016 ligt nu het geactualiseerde plan voor de periode 2017-2019 ter besluitvorming voor. In dit plan wordt eerst teruggekeken op de doelstellingen uit het vorige plan, zoals het hoort, waarbij ook het plan van aanpak middelengebruik uit 2015 is betrokken. Terecht, want het gaat bij deze problematiek om een brede en samenhangende aanpak tussen de verschillende partners en beleidsterreinen. Denk hierbij ook aan het recent vastgestelde lokale gezondheidsbeleid tot 2019, waarbij preventie het belangrijkste oogmerk is, met handhaving als sluitstuk daar waar het nodig is. De evaluatie van de doelstellingen laat zien dat de gestelde doelen niet allemaal in de gestelde omvang zijn gehaald. Dit wordt echter meegenomen in de opsomming van 6 doelstellingen waarop de focus wordt gelegd in de komende planperiode. Voorzitter, de fractie van de ChristenUnie stond en staat op het standpunt dat schadelijk middelengebruik onder jongeren dient te worden tegengegaan. Zoveel mogelijk met preventie en, als het niet anders kan, door middel van handhaving. De cijfers van de GGD geven hier ook alle aanleiding toe. In onze regio wordt door jongeren veel alcohol gedronken. In de groep 15 tot 16 jaar bijvoorbeeld dronk in 2016 64% alcohol. De tolerantie van ouders ten opzichte van het drankgebruik van hun kinderen vinden wij echter verontrustend. Deze zogenaamde permissiecultuur leidt tot de constatering in het preventie- en handhavingsplan dat minder dan de helft van de ouders van kinderen in de leeftijd 12 tot 15 jaar het alcoholgebruik verbiedt of afraadt. Wij vinden het dan ook van groot belang dat zowel jongeren als hun ouders centraal staan in de aanpak. Wij kunnen ons vinden in de geformuleerde doelstellingen van dit plan. De technische vragen die wij via de ambtelijke organisatie hebben gesteld zijn tot tevredenheid beantwoord, waarvoor dank. In de oriënterende ronde hebben wij aangedrongen op het jaarlijks inzetten van de jongerenmonitor om daarmee goed de vinger aan de pols te kunnen houden. Wij hebben begrepen dat daar inmiddels offerte voor is opgevraagd, maar is het dan ook mogelijk om deze monitor nog dit jaar door de GGD te laten uitvoeren? En met betrekking tot preventieve acties wil ik de portefeuillehouder oproepen om deze ook in de kernen van onze gemeente uit te zetten en hierbij de plaatselijke belangen te betrekken. Voorzitter, tot slot wil ik stilstaan bij de raadsbrief die medio februari aan de raad is gestuurd om mee te doen met de actie Ik Pas. Een bekend gezegde luidt: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Als gemeente willen we een actief alcoholmatigingsbeleid voeren. Willen we daarin voor onze jeugd en de ouders geloofwaardig zijn, moeten we ook zelf het goede voorbeeld geven. Dat kan natuurlijk individueel, maar ook collectief in het gemeentehuis door dit huis tijdens de Ik Pas-periode geen alcohol te schenken. Er is al vanavond door de voorzitter van onze raad een voorschot opgenomen. Maar daartoe is een motie opgesteld, welke wordt mede ingediend door VVD, D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks, waarvan het dictum luidt: draagt het college op om gedurende de looptijd van de Ik Pas-periode van 1 maart tot 10 april, een 40 dagen tijd, het gemeentehuis alcoholvrij te verklaren, en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, mag ik de heer Van der Grampel een vraag stellen? Zeker. De motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Heer Van der Wel.
Ik ben even benieuwd, u zegt begin bij uzelf. De fracties die dit voorstel bijvoorbeeld al ondertekend hebben, hebben die zich ook allemaal aangemeld, individueel, voor Ik Pas? Dat zou u aan de raadsleden zelf moeten vragen, individueel, van de ondertekening. Ik denk dat juist het individueel deelnemen, het kan nog tot 1 maart, dan start de actie, individuele verantwoordelijkheid is. Maar juist om ook goed als gemeentelijke organisatie, gemeente, het signaal te geven dat wij hierachter staan, hebben we gemeente zo deze actie te koppelen aan de ikpasperiode en zo via deze motie aan u voor te leggen. Dat snap ik. Ik heb mezelf aangemeld, zoals u weet, 2 weken geleden. Inmiddels ook op internet, via de site, dus het maakt mij in die zin niet uit. Maar ik vind het wel een beetje raar dat als wij als raadsleden niet allemaal meedoen, tenminste de partijen die meetekenen met dit voorstel, dat wij dan wel anderen in dit gemeentehuis gaan opleggen dat ze hier niet mogen drinken. Terwijl we zelf misschien wel niet allemaal meedoen. Terwijl u zelf zegt, van, goh, individueel zouden we het verschil kunnen maken. Dus ik vind de vraag eigenlijk wel degelijk van belang. Dus eigenlijk leg ik... Nou, dan legt u de vraag voor aan de raadsleden en de collega's kunnen daar naar u toe op reageren. Was u aan het einde van uw betoog? Dat is mijn eerste vraag. Oké, dank daarvoor. Heeft er iemand behoefte om op de tweede vraag van de heer Van der Wel te reageren? Ik zie mevrouw Kloekhorst en de heer Gelling als volgt. Ik heb mij aangemeld. De heer Gelling. Ik natuurlijk niet, voorzitter, en dat ga ik ook niet doen. Maar ik ben wel benieuwd wie er dan nog meer drinkt in het gemeentehuis, behalve wij. Als meneer Van Wel zegt dat door onze actie niemand meer mag drinken hier. Ik dacht dat wij de enige waren die... Nou ja, er zitten hier ook mensen op de tribune die eventueel straks een glaasje zouden kunnen drinken, meneer Gelling. En dan is het wel een beetje raar dat uw fractie zegt van, goh, enerzijds vinden we het belangrijk om deze actie te steunen. En anderzijds doe ik zelf niet mee. Dat vind ik een beetje de moraal eruit hangen, eerlijk gezegd. Volgens mij ondersteunen wij dat er hier in het gemeentehuis geen alcoholische dranken worden genomen. En ik zie er geen enkel verband tussen wat hier in het gemeentehuis gebeurt en wat ik thuis doe. Er zijn al meer dingen die ik thuis doe en hier niet doe. Moeten overal ik kan nog wel een paar moties aan u opleggen waar u er wel minder last van heeft. Maar ik wel, meneer Van Wel. Ja, nee, maar u drinkt wel... voorbeelden noemen? U drinkt wel een ander iets op. Terwijl u het zelf niet doet. Dat vind ik een hele rare contradictie. Nee, ik doe het volstrekt. Hier in het gemeentehuis zullen wij een maand lang geen alcoholische versnapering. Ik begrijp niet waar u het over heeft. Wat u hier allemaal doet en wat u niet doet, doet u thuis toch niet. Dat is toch raar om te veronderstellen dat als u thuis onder de tafel spuugt, dat hier moet kunnen dan. En anders heeft u daar een motie voor nodig. Ik zie echt volstrekt geen enkel verband tussen het een en het ander. Ik vraag me wel af hoe geloofwaardig het dan is dat de VVD meestal dit voorstel. Ik begrijp dat u maar niet mag drinken, dat begrijp ik, maar dat ga ik niet volgen. Nee, maar volgens mij, nou ja goed, ik denk als u echt een statement zou willen maken en u vindt het echt zo belangrijk, dan zou u zeggen van goh, we gaan de hele fractie aanmelden voor deze actie, want we vinden het zo ontzettend belangrijk. Maar ik constateer dat de VVD dat niet doet. Dus dat is... Maar meneer Van Wel, dat is een hele duidelijke constatering. Maar volgens mij maakt dat ook geen geheim van. Dus zo goed opletten heeft u niet gedaan daarvoor. Nee, nou ja, goed, ik constateer het alleen. Ik constateer dat het een beetje de moraal in de Gelling is. Die voor de tweede keer constateert dat. En hij heeft weer gelijk, meneer de voorzitter. Nou goed, dan waarvan acte. Ik vind het prima. Ja. Toch mooi dat we meneer de voorzitter, houdt u hem op. Hij gaat voor de derde keer constateren zometeen. U moet echt ingrijpen nu. Toch mooi dat we in deze zaal af en toe een keer een debatje kunnen hebben. Dat zal u in de Gelling toch zeker aanspreken. Een aantal constateringen en vergelijkingen op een rij. Zo zou ik het dan maar willen samenvatten. Die discussie van de heren. Mevrouw Hansen, u had uw microfoon ook ingedrukt. Heeft u nog steeds behoefte om te reageren? Of zegt u nou, de discussie was voor mij voldoende? Voor mij was deze discussie zeer voldoende. Eén opmerking. Het opleggen van iets aan een ander gebeurt wel vaker. Akkoord. U doet zelf ook mee, begrijp ik, mevrouw Hansen. Dat is mooi. Dat is uw conclusie, niet de mijne. Akkoord. Voldoende op dit punt, voordat het nog cryptischer wordt dan dit. Ik ga het woord geven aan de heer Reiling. Dank u wel, voorzitter. Een tijdje geleden werden mevrouw en ik uitgenodigd door een Pools gezin, die al enkele jaren in Nederland werken en wonen, om de eerste communie van een van hun kinderen mee te vieren. Na de dienst in de mooie Rooms-Katholieke kerk in Dedemsvaart werden we thuis uitgenodigd voor een feestmaal. Heerlijke gerechten, overdadig en heel veel drank. Frisdrank. Dat verbaasde mij eigenlijk wel, want zonder te generaliseren is van de meeste Polen bekend dat ze graag een stevige borrel drinken.
Toen ik mijn Poolse gastheer ernaar vroeg, gaf hij aan dat het een feestje van zijn zoon was. Een kinderfeestje en dan drink je geen alcohol. En dus ook de volwassenen niet. Dat was voor mij een geweldig leermoment. Over permissiecultuur gesproken. In de oriënterende ronde werden we uitgedaagd om mee te doen met Ik Pas. Volgens onze fractievoorzitter was ik zeker deelnemer. Samen met de heer Van der Gampel hebben we overwogen om een motie of een amendement in te dienen waarin de leden van onze raad werden opgeroepen om mee te doen met de Ik Pas-actie. Onze verwachting was dat het op een hoofdelijke stemming zou uitdraaien en dat was voor onze reden om er geen motie of amendement van te maken en dus ook niet in te dienen. Vanzelfsprekend onderschrijven we de steun niet, onderschrijven we de motie die door de heer Van der Grampel is ingediend. Als VVD-fractie delen we het standpunt van een brede aanpak en samenwerking van preventie tot handhaving. Preventie en handhaving meer in hand laten gaan. In de afgelopen 2 jaar is deze samenwerking tussen preventie en handhaving verder gevorderd, mede dankzij de korte lijnen vanuit de overlegstructuur. Zoals in het plan van aanpak staat, op mijn technische vraag of er al trainingsavonden zijn georganiseerd voor de sportkantines, kreeg ik een bevestigend antwoord. Dat de eerste trainingsavonden hebben plaatsgevonden en dat er maatwerktrainingen worden aangeboden. Tevens werd mij duidelijk dat, nadat ik een aantal voorzitters van sportverenigingen heb gesproken, dat nog niet alle sportverenigingen zijn benaderd en of in ieder geval de trainingen nog niet hebben gehad. Toen ik ruim een week geleden een brief van het ruimtelijk domein vergunningen, toezicht en handhaving onder ogen kreeg, gericht aan een van die sportverenigingen, werd ik verdrietig en was ik eigenlijk zwaar teleurgesteld. Op hetzelfde moment dat wij praten over preventie, in gesprek gaan met het en trainingen geven aan de vrijwilligers die zich inzetten om hun sportvereniging in hun kern in de benen te houden, worden zij geconfronteerd met een citaat. Op grond van artikel 4, eerste lid en derde lid onder A van de DHW moet geregeld worden gedurende welke tijden in betrokkenen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wethouder, dit meent u niet. Burgemeester, want uw naam staat onder de brief. Zo ga je toch niet met elkaar het gesprek in. U denkt toch niet dat u de mensen op deze wijze motiveert om mee te werken? En dat is nou dus werkelijk noodzakelijk. We moeten naar een mentaliteitsverandering. En dan is verreweg de belangrijkste prikkel motivatie. Ik hoop van ganser harte dat er een excuusbrief achteraan gaat. Zo ga je niet om met de vrijwilligers bij de sportverenigingen. Ga met die verenigingen in gesprek. Kijk met hun of de regels hanteerbaar, uitvoerbaar en dus te handhaven zijn. De VVD ziet veel meer in het belonen dan in de handhaving. We snappen ook wel dat handhaving soms nodig is. Ik hoop, en misschien vinden we daar straks nog wel sponsors voor volgend jaar, die met een ik pas een leuke beloning in het vooruitzicht stellen, waardoor we een signaal kunnen afgeven aan de potentiële deelnemers en nog meer kunnen uitdagen om mee te doen. En in ieder geval om te gaan nadenken over het gebruik van alcohol. Dat was mijn bijdrage. Dank voor de bijdrage van de VVD. Dan kom ik bij de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd. Wat betreft het doel van het stuk wat voor ons ligt, het tegengaan, zoveel mogelijk van schadelijk middelengebruik en dan met name alcohol, dat omarmen wij samen met de andere insprekers echt van harte. De ChristenUnie had het al over de permissiecultuur. Die zien wij sterk ook in deze gemeente. En wij hebben vorige keer ook in de oriënterende ronde ook daarbij het voorbeeldgedrag van ouders bij evenementen aangehaald. De vraag die ik daarbij heb gesteld is wanneer gaan wij op welke manier ook handhaven, is weliswaar beantwoord, maar in mijn beeld nog te weinig concreet en daarom stel ik deze vraag eigenlijk gewoon nog een keer aan de portefeuillehouder. Het gaat mij dus met name over de grotere evenementen. Worden in vergunningsverleningstrajecten afspraken gemaakt met betrekking tot middelengebruik en dan met name alcohol in het licht van het voorliggend stuk?
Hoe worden deze gecontroleerd en wanneer handhaven wij precies op welke wijze ook? Daar wil ik graag een reactie van de portefeuillehouder. Wilde ik het hierbij laten voor u. Dank u wel. Dan kom ik bij mevrouw Kloepers. Dank u wel, voorzitter. De PvdA-fractie wil meer preventie, betere handhaving en goede voorlichting en hulp voor ouders en jongeren als het gaat om alcohol. Het beleid moet leiden tot minder problematisch alcoholgebruik in onze gemeente. Wij zien alcoholmisbruik als een dreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van jongeren. Er worden resultaten behaald die leiden tot vermindering van problematisch alcoholgebruik in onze gemeente. Maar het is een langzaam en soms moeizaam proces. In het nieuwe beleid worden geen doelen meer gesteld over het terugdringen van de omvang van de groep 16 tot 18-jarigen die regelmatig drinkt. Betekent dit dat er geen inzet is op alcoholmatiging bij de 16-plus doelgroep? De wethouder heeft in de O-ronde aangegeven dat dit niet het geval is en dat ook in het huidige beleid ingezet zal worden op deze doelgroep. Met deze toezegging heeft hij ons gerustgesteld. In 2014 heeft de Partij van de Arbeid zich uitgesproken voor meer inzet op bewustwording bij ouders over hun eigen rol als het gaat om alcoholgebruik onder jeugd. Om die reden hebben wij toen een amendement ingediend met concrete voorstellen voor de besteding van de beschikbare gelden. Deze werd toen als voorbarig bestempeld. Tot onze tevredenheid zien wij onze voorstellen nu volledig opgenomen in het nieuwe beleid. Hiervoor onze dank. Tot slot willen we benadrukken dat we als raad en college ook een rol hebben om bewustwording van alcoholgebruik te vergroten. Wij zullen daarom de motie van de ChristenUnie voor een alcoholvrij gemeentehuis mede indienen. Dank u wel voor uw bijdrage. Volgens mij heeft ook iemand behoefte aan technische hulp voor een volumefunctie op de telefoon, maar... Akkoord. Dat was voldoende voor de eerste termijn. Ik ga naar het college. Portefeuillehouder Jansen. Dank, voorzitter. Ik ga nog even kort in op een paar dingen. Ik heb de meeste opmerkingen beschouwd als instemmende reacties op wat we in de vorige ronde met elkaar besproken hebben en wat we als doelen voor de komende jaren hebben vastgelegd. En ik kan u alvast melden dat de actie Ik Pas voor dit jaar officieel van start gegaan is. Vandaar dat ik de handboeien alweer om heb. Vandaag met twee bedrijven de actie gestart die ook betrokken zijn binnen Vitaal Vegdaal en ook binnen hun bedrijf met hun personeel de actie willen hebben van wij gaan 40 dagen niet drinken om ook daarin een goede voorbeeld te geven en om ook daarin, en dan pak ik ook even de lijn naar de ouders en jongeren, ook een aantal zeggen wij willen ook daardoor heel nadrukkelijk met onze opgroeiende kinderen in contact en het daarover hebben en ook laten zien dat we ook zelf laten staan. Als ambassadeur doe ik mee, collega Kof Schelen in Ommen doet ook mee en een heel aantal van u hebben ook gezegd mee te gaan doen. Ik wil u vragen, degene die meedoen, om vandaag nog bij ikpas.nl je aan te melden onder het kopje Vitaal Vegdaal. Want dan kunnen we ook scoren wat er hier uit onze gemeente en uit Ommen heeft meegedaan. Maar dat is even een beetje misbruik van de cent uit, voorzitter. Inderdaad, jongeren en ouders centraal. Het is lastig om te komen, maar wij vragen al onze partners in het overleg om hun deel te pakken om ook samen met ouders bezig te zijn. Monitor GGD, ja. Wij gaan kijken of we dat elk jaar kunnen doen. Nou, kan het niet elk jaar, dan elke twee jaar. Maar we gaan eerst maar eens kijken of het ook dit jaar kan. Ik kan uw vraag nog niet beantwoorden, want we hebben de uitslag van het overleg met de GGD op dit moment nog niet. Preventie uiteraard overal in onze hele gemeente. Meneer Reiling, u zegt eigenlijk een heel aantal instemmende dingen. Ik ga mee. Nog niet alle sportverenigingen hebben overal elke training gehad. Klopt, we zijn bezig om alles belangs te gaan. En ook dat steeds weer te vernieuwen. En ze komen allemaal aan de beurt. Ja, die zit een beetje op het randje. Maar de brief paracommercieel, ik maak alvast een opmerking. En anders dan zie ik wel of de burgemeester nog vanuit handhaving iets toevoegt. U haalt wel even twee dingen door elkaar. Alcoholmatigingsbeleid met trainingen voor sportverenigingen. En die brief waar u het over heeft van met toch een beetje een waarschuwende vinger erin van
dat gaat wel over iets anders. Dat gaat over paracommerciële activiteiten in sportkantines enzovoort. Waarbij je dus gewoon willens en wetens buiten de vergunning omgaat. Daar zijn wij nu 2 jaar lang met elkaar over in gesprek geweest. En gezegd, dat moeten we even niet meer doen. Ook een actie die de horeca ons ook, ook aanspreekt als er te veel dingen gebeuren die eigenlijk niet binnen de afspraken zijn. En we hebben nu gezegd, er moet een wel iets steviger brief naar iedereen. Dat we zeggen van, jongens, de tijd van praten is een keer voorbij. Dus we moeten ons gewoon even aan de regels houden die we met elkaar zelf hebben afgesproken. Ik ga naar meneer Rodemond. Die vraag die komt vanuit handhaving van de burgemeester. Mevrouw Kloekhorst, inderdaad, de doelen 16 tot 18 jaar nemen we mee. En we hebben inderdaad instemmend gebruik gemaakt van een aantal elementen die u aangegeven had in de motie. Waarvan ik toen zei van, is nog niet helemaal nodig, want die gaan we toch wel oppakken. Dus je kunt ook zeggen, we hebben weer Lintje Buur gespeeld. Vooruit. Als het doel me goed is, denk ik dan. Akkoord. Dan wil ik het woord geven aan wethouder Snijders. Volumeproblemen zijn er overal, zo te horen. Dank, voorzitter. Nou, de brief is al ingegaan door de portefeuilles. Dus inderdaad in het kader van paracommissie een afspraak met de horeca gemaakt. Om nog eens te wijzen op de spelregels die we met elkaar al in 2013 hebben afgesproken. En waar we de afgelopen jaren hebben gepraat met diverse instanties, met de paracommerciële instanties. En ook nu gezegd na 2,5 jaar van we gaan nu een andere fase in. En dat betekent toch een fase ook van daadwerkelijk handhaven. Maar dat is een heel traject aan vooraf gegaan. Dus vandaar een iets wat pittige brief. Dat ben ik op zich met u eens. En naar de stijl kun je altijd nog eens een keer kijken. Dat ben ik best bereid om dat ook te doen. Maar de intentie van de brief is duidelijk. Het waarschuwen, het praten is voorbij. We gaan nu ook daadwerkelijk die handhaving strakker inzetten. En dat heeft ook weer tot doel om alcoholgebruik ook te beteugelen. Nog even naar de D66-fractie toe. De handhavingspraktijk staat ook in de nota wel omschreven zoals die afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Dus dat we vooral ons richten op de 18 minders, zoals we dat zeggen. En op leeftijdscontrole, supermarkten en de controles, zoals gezegd, bij de evenementen. En dat doen we aangekondigd, maar ook onaangekondigd. En de aantallen die kunt u terugvinden in het schema wat in de notitie staat hoe vaak we dat hebben gedaan. En daarin zie je ook dat we vanaf 2014, 2015 nu 2016 dat verder gaan intensiveren. Dus daar is meer tijd voor beschikbaar gekomen om dat ook op te zetten. En dat heeft er alles mee te maken inderdaad dat die drank- en horecawet nu nog voldoende is uitgewerkt, om maar zo te zeggen. En dat we ook kunnen zeggen van nou, daar werken we in een bepaalde categorisering, werken we ook toe naar die handhaving. Als ik nog even een vraag daarover mag stellen. Ik vroeg namelijk ook van worden er in het licht van het voorliggende stuk afspraken met de organisaties gemaakt om bijvoorbeeld dat voorbeeldgedrag enigszins te beteugelen. Als je door deze gemeente heen kijkt naar een aantal evenementen zie je toch gewoon wel dat er alcohol wordt genuttigd op evenementen die daar niet per se om vragen, laat ik het zo formuleren. En dan zou je kunnen zeggen van nou ja, als we met die organisaties afspraken maken en die worden niet nagekomen, dan heb je natuurlijk ook middelen in de hand om die afspraken wel te gaan nakomen. Begrijpt u? Ik weet niet op welke evenement u specifiek bedoelt. Maar als u mij uitdaagt om specifiek te worden, dan wil ik daar natuurlijk naar voren mee komen. Maar goed, er zijn veel evenementen in onze gemeente. Ja. En wat we zien is, alcoholgebruik speelt daar toch vaak wel een rol. Daarbij, aan de voorkant zitten we met organisaties om tafel en maken we daar ook afspraken over. Tijdens het evenement zelf wordt er gecontroleerd. En tot nu toe hebben we altijd de stelling gehad dat we niet verbaliseren tijdens het evenement zelf. Om ook gewoon het evenement gewoon normaal door te kunnen laten gaan. Tenzij er echt extreme gevallen zouden zijn, dan wordt er wel ingegrepen. Maar dat is eigenlijk nog nooit voorgevallen. Wat we wel doen, is na afloop evalueren en ook eventueel beperkingen stellen aan het afgeven van een vergunning voor volgende jaren.
En dat is nou, een praktijk die op zich goed werkt. Omdat je dan wel met elkaar het gesprek aangaat. Van wat hebben we geconstateerd? Wat is er gaande? Zo hebben we een aantal evenementen in de raad gehad waarvan we hebben gezegd van ja, nou, het lijkt allemaal leuk en aardig. Mooi, komen veel mensen. Maar we zien toch dat daar nou, dat er bepaald alcoholgebruik is. Soms zelfs bij de organisatoren zelf. Kijk daar eens naar. Wat vind je daar nou van? En als je daar het gesprek over aangaat, dan blijkt heel vaak dat ze daar zich niet eens van bewust zijn. En dat het een beetje onder het motto, wat we hier wel vaker kennen van moet kunnen, gebeurt. Maar dat als je daar met elkaar over spreekt, dat men best bereid is om daarna te kijken en ook zijn verantwoordelijkheid te nemen. Dus op die manier proberen we dat elke keer een stapje verder te brengen. Nou, we hebben net carnaval achter de rug. Zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld met de carnavalsverenigingen die we hebben, hebben daar afspraken over gemaakt over alcoholgebruik tijdens de optocht. Men was zich daar niet van bewust, zag daar ook geen gevaar in. Maar is toch gezegd van, jongens, dat kan ook anders. En probeer daar nou rekening mee te houden. Nou, in die gevallen, dus we gaan ook in die zin altijd het gesprek aan. En proberen met elkaar de oplossing te vinden. Akkoord, dank voor de beantwoording. Ik heb ook van het college begrepen dat zij de motie in die zin aan uw raad laten. Volgens mij betekent dat niet anders dat ze het niet verwerpen of niet ontraden, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook niet omarmen, laten we dat ook maar vaststellen dan. Is er... Uw raad, er mag gerust nog een reactie komen hoor. Nou ja, ik kan even kijken of daar behoefte aan is, maar volgens mij was het standpunt helder. Het is aan u. Helder, dat is helder. Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de stemming. En wij stemmen dus eerst weer over het voorstel en dat betreft het preventie- en handhavingsplan integrale aanpak drank- en horecawet 2017-2019. CDA. Voor. Voor. ChristenUnie. Voor. GroenLinks. Voor. VVD. Voor. D66. Voor. Op koers. Nu. Voor. Voor. En de Partij van de Arbeid. Voor. Dan is dit met algemene stemmen aangenomen. Dan komen we bij de motie die ter tafel ligt. En die is ingediend door de heer Van der Grampel, de Reiling, mevrouw Hansen, mevrouw Ploekhorst en ook mevrouw Van Hoeken begrepen. De stemming daarover. CDA. Ja, ik wil graag een korte stemverklaring geven als het mag, voorzitter. Ga uw gang. Wij hebben niet het gevoel dat deze motie heel erg gaat bijdragen aan dat er veel meer mensen tot de blauwe knoop over zullen gaan. Wij vinden wel de actie heel erg sympathiek, de Ik Pas actie. Er zijn ook een aantal fractiegenoten bij mij in de fractie die eraan meedoen, waaronder ikzelf. Dus ik vind het een prachtige actie, maar ik vind niet dat we die aan een ander moeten gaan opleggen, zoals ik al eerder zei. Dus we kunnen niemand iets verplichten, dat moeten we niet doen. Dus tegen de motie. Akkoord, dank voor de stemverklaring. Anderen die nog vooraf willen gebruik maken van de stemverklaring, dat is ook de heer Kloekhorst. Dan ga ik daar eerst. Ja, dank u voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Van der Wel. En er komt bij ons ook naar de overweging bij van, ja, wij voelen ons toch ook werkgever van de ambtenaren hier. Nu heb ik zelf geen baas meer, maar ik zou ook niet graag opgelegd krijgen dat ik 40 dagen niet moet drinken. Akkoord. Dan vervolgens die stemming bij de fractie van GroenLinks, of ChristenUnie, pardon. Die zijn voor als indiener. Paul van Hoek is voor. VVD is voor, D66 voor en de Partij van de Arbeid ook. Dan constateer ik dat ondanks 11 stemmen tegen de motie is aangenomen. Dan ga ik verder bij punt 8 van de agenda. Aanvullende evaluatie Stichting Recreatie en Toerisme. Wie wenst over het woord? De heer Odink. Ga uw gang. Dank u wel, voorzitter. De vrije tijdseconomie is een belangrijke pijler van onze economie en om die reden voor de ChristenUnie een belangrijk dossier. Destijds in 2012 hadden wij veel moeite met de wijze van financiering van de recreatiesector. Wat nu voor ligt is een aanvullende evaluatie over de afgelopen 3 jaar. Wij als ChristenUnie hebben hier kennis van genomen en vinden dat er nu een goede, deugdelijke en een inhoudelijke evaluatie ligt. De evaluatie geeft de nodige duidelijkheid en voor ons van groot belang ook een aantal genoemde leerpunten.
Dit gezegd hebben, de voorzitter, willen wij dit dossier en ook dit hoofdstuk dan ook nu afsluiten. Met deze evaluatie in het achterhoofd zien wij uit naar het vervolg. Wij zien uit naar duidelijke en heldere kaders met duidelijke afspraken rondom cofinanciering, invullen voor wat betreft de regierol, uitvoering en verantwoordelijkheden, scherpe en meetbare resultaten en concrete afspraken als onderdeel van de nieuwe visie en beleidskaders. We wensen de portefeuillehouder, de kwartiermaker en de sector dan ook alle wijsheid toe met de doorontwikkeling van de prachtige bedrijfstak, de vrije tijdseconomie van onze gemeente Hardenberg. Dank u wel voor het betoog vanuit de zijde van de ChristenUnie. Verder heb ik niemand gezien voor de eerste termijn. Ik heb ook geen vragen gehoord aan het college. Dus volgens mij, als u onderling ook geen vragen verder heeft, kunnen we meteen door naar de stemming over dit stuk. Ik maak een keer de ronde aan de kant op. De Partij van de Arbeid, voor, op koerspunt nu, voor, D66, voor, VVD, voor. GroenLinks voor, ChristenUnie voor, en CDA voor, ook voor, dan is dit stuk met algemene stemmen aangenomen. Dan komen we bij de hamerstukken en volgens mij hoor ik daar de voorzittershamer weer terug te geven aan de voorzitter van de raad. Kort, dank u wel. Wij zijn toegekomen aan de hamerstukken van vanavond. Allereerst de explosieve aanvraag over de suppletie in zaken opsporing en ruiming van de explosieven. Is er behoefte aan een stemverklaring op dit front? Niet het geval. Kunt u instemmen met dit voorstel? Akkoord. Agenda punt 10 betreft de benoeming van de stadsbouwmeester voor welstandszaken. Behoefte aan de stemverklaring op dit onderdeel? Niet het geval. U kunt instemmen met dit voorstel. Akkoord. Agenda punt 11, vaststelling beheersverordening in Kloosterhaar. Behoefte aan de stemverklaring? Stemverklaring niet het geval. Akkoord. Alle aanwezige raadsleden hier akkoord met dit voorstel. Agenda punt 12, vaststelling van de algemene verordening ondergrondse infrastructuur en bijbehorende zaken, zomaar te zeggen. Stemverklaring niet akkoord. Al dus besloten. Excuus. Dan komen we bij agenda punt 13. Vaststelling van de verordening op de vertrouwenscommissie in zaken de herbenoeming van de burgemeester van Hardenberg. Zo waar. Behoefte aan een stemverklaring. In ieder geval kunt u instemmen. Al dus besloten. Agenda punt 14. Lijst ingekomen stukken van de raadsvergadering van 28 februari. Akkoord met de wijze van afdoening. Dat is het geval. En dan agenda punt 15, de rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Dan zijn we toe aan agenda punt 16, sluiting van deze vergadering. Dank voor uw inbreng en bijdrage voor vanavond. Ik sluit de vergadering en ik nodig u van harte uit voor een alcoholvrije borrel in de zaal hiernaast.